Goedemorgen. De zomer staat voor de deur en opnieuw hebben we een school- en academiejaar achter de rug waar de pandemie alweer een serieuze rol speelde. Opnieuw bleven jullie doorgaan, zoeken naar alternatieven en oplossingen en blijven we allemaal inzetten op en 100% geloven in de maatschappelijke meerwaarde van internationalisering. Ik wil jullie hiervoor oprecht bedanken. Met de start van de lente startte ook een nieuwe periode. Meer vrijheid, meer mogelijkheden en opnieuw meer fysieke uitwisseling. De goesting in het veld blijkt duidelijk uit de stijging van projectaanvragen en leermobiliteiten in de call 2022. En dat Erasmus Plus een Europees flagship program is, met grote impact op de levens van velen, staat dit jaar extra in de kijker. We vieren immers twee verjaardagen. Erasmus Plus bestaat 35 jaar en EPOS blaast 15 kaarsjes uit. Sinds 1987 konden al meer dan 10 miljoen mensen studeren, stage lopen en grenzen verleggen in een ander Europees land. Voor velen was het een once-in-a-lifetime experience. En EPOS helpt al haar belanghebbenden al 15 jaar op weg en onderweg. En over impact gesproken, we kijken nu naar een interview met Michael van Peel, die ons vertelt wat zijn internationale ervaringen betekend hebben voor zijn carrière en voor hemzelf. Geniet van een mooie zomer en tot binnenkort. Welkom, Michael van Peel. Hallo, dag. Michael. Dag, Michael. Goedemiddag. Hoe gaat het? Goed, met jou? Zeer goed, hè? Lekker dicht bij elkaar, dat is altijd gezellig natuurlijk. Hè? Live from the city of Schoten, that's right. Absoluut. Michael, wij sturen jou vandaag erop uit om die prijzen uit te reiken. Maar vertel ons eens, waarom ben jij de ideale man om dit te doen? Hè? Om de 100.000ste prijs uit te reiken? Wel, misschien omdat van die 100.000 ben ik, op zijn minst ben ik er 2 of 3 geweest. Ik heb het geluk gehad om Erasmus tot op het bot te mogen uitzuigen, of het berg liever. Ik ben 2 keer op Erasmus mogen vertrekken en dan nog eens 1 keer op uitwisseling. Dus ik weet wat de meerwaarde is van dergelijke processen. Ik ben naar Siena mogen gaan in Italië en naar Lissabon in Portugal. En dan nog 1 keer een summer school in Washington ook. Dus ik heb het volledig gedaan. Met onze universiteit, de chance dat wij een heel gedreven Erasmus-coördinator hadden, die vonden dat elke student minstens 1 en liefst 2 keer op uitwisseling moest vertrekken. Fantastisch. En het is waarschijnlijk dankzij Erasmus dat je nu zo'n bloeiende carrière hebt, Michael. Uiteraard. Internationaal ook. In het Engels, in het Frans, in het Italiaans. Fantastisch. Ja, het is niet waar. Ik ga zeggen, het enige dat ik daar niks mee kan doen in wat ik doe van werk, als comedian dan. Maar anderzijds is dat totaal niet waar. Want behalve de taal natuurlijk, oké, daar ben ik toe beperkt tot het Vlaams taalgebied. Maar alle de ervaring die je echt meeneemt, die je vooral in een eerste Erasmus-uitwisseling leert, dat is een van de dingen dat mij het meest heeft gevormd in heel mijn carrière eigenlijk. Omdat je net door die uitwisseling naar een andere cultuur, je eigen cultuur begint te snappen. En als er één ding is wat een comedian moet doen, is het net observeren van ja, onze eigen cultuur, wie dat we zelf zijn, wie ik ben enzovoort. Dus dat heeft mij wel degelijk enorm geholpen. Dat is heel fijn om te horen.